We hebben dus groentetuintjes, we hebben bloementuinen. Er komt, verderop komt nog een gazonnetje, zodat we eigenlijk een stuk meer uitstraling hebben op het hele plein. Als ik zo om me heen kijk op het Vogelplein, dan zie ik allerlei groentes, paprika's en rode pepers, maar ook gewoon plantjes. Buurtbewoners die zijn die aan het planten om de boomspiegels heen en dat om de buurt een beetje op te fleuren. We hebben vandaag plantdag. En plantdag houdt eigenlijk in dat we met de buurt 7 boomspiegels, een boomspiegel is de bak rond een boom eigenlijk, dat we die gaan vullen met bloemen, groentes, bessenstruiken, paprika planten, kruiden, eigenlijk alles wat je kan verzinnen. Voorheen bleef er vooral afval achter in de boomspiegels en dat moest veranderen. De nieuwe stukjes groen worden door de bewoners samen met het vogelnest onderhouden. Zijn er nog meer plannen voor het plein? Op dit moment, ja, we zijn al de laatste anderhalf jaar echt wel heel druk bezig geweest met al deze mooie dingen realiseren. We zien wel we gaan nu eens even rustig kijken hoe het er allemaal voor staat. En dan zullen we ongetwijfeld weer komen met mooie nieuwe plannen.